Hoi, leuk dat je weer kijkt. Dit is een nieuwe aflevering van Mountainbike Praat. Omdat ik in het verleden een paar keer heb meegemaakt dat ik mensen moest helpen die gevallen waren tijdens het mountainbiken, ben ik op zoek gegaan naar een klein pakketje waar wat EHBO-spullen in zitten. En ik heb daarom wat laten komen. Ik heb de Healthy Q, fietsset EHBO besteld. Die kan je op diverse sites ongeveer vanaf 15 euro vinden. En ik wilde even weten wat er allemaal in zit en of het handig is. Wat zit er allemaal in de EHBO-set? Ten eerste, er zit een schaartje in, een pincet, elastisch fixatiewinsel. Er zitten, om schoon te maken, zitten er alcoholdoekjes in. Er zit een rolletje hechtpleister en 12 pleisterstrips bij. Allemaal mooi verpakt. Gaascompress 2. Wondsnelverband. Gemetalliseerd wondcompress. Zalfgaascompress. En wegwerphandschoenen. En daarbij zit er ook nog de vuistregels bij het verlenen van eerste hulp. Dat is een beetje een geheugensteuntje wat je kan doen bij de meeste huistuin- en keukendingetjes. Verwacht geen bijzondere uitleg van hoe je grote wonden moet stelpen. Maar de kleine dingetjes die staan hierin. Een EHBO-set bedoeld voor de fietser, voor de kleine verwondingen. Alles valt en staat natuurlijk over met de gebruiker. Weet je als gebruiker niet hoe je deze materialen die erin zitten kunt gebruiken of moet gebruiken, ja, dan kan je de set net zo goed niet meenemen. Zorg ervoor dat je in ieder geval weet wat erin zit en hoe je het moet gebruiken. Het allermooiste is natuurlijk een EHBO-cursus. Dat is helaas niet te verplichten, maar het zou wel het mooiste zijn. Voor de rest, wat vind ik van het setje? Ja, gewoon een goed setje voor de kleine verwondingen. Een klein leuk detail is dat je een achterlichtje nog kunt bevestigen hier aan het loepje. Het is altijd handig om een zadeltasje te hebben voor de mensen die geen droppenpost hebben. Daar kan je van alles in stoppen en hoef je niet met een rugzak op pad. Voor de mensen die met een rugzak op pad gaan en willen de rugzak wat lichter houden, dan kan je hem aan het zadel bevestigen. Zou ik er wat nog aan toevoegen? Ja. Ik zou zelf nog even een isolatiedeken hier aan toevoegen. Dat maakt de set nog completer, nog completer dan dat hij is. Voor de rest hangt het af van de gebruiker. En eigenlijk hopen we dat we hem niet hoeven te gebruiken. Vond je dit nu een leuke review? Geef even een duimpje omhoog. Zou je nog meer reviews willen zien? Laat even in de comments hieronder weten wat je graag gereviewd zou willen hebben. Wil je nog meer zien? Geef even een subscribe hier in de hoek. En kijk anders even naar een ander videootje. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. En ik zal beloven het niet zo lang te laten duren.